Hallo kijkers van ons kanaal. Wij gaan vandaag deze Windows Vista computer met een uit elkaar halen. Met een Intel Core 2 Intel besturingssysteem. Intel Core, dit is een processor en Windows Vista. Hele oude, hij ratelt heel erg. Dus dan gaan we nu heel snel beginnen met wat wij verder hebben. Wij maken vast een klepje open en dan kunnen jullie zien wat erin zit. We gaan nu beginnen met de computer openmaken. Dan zie je nu hoe die open gaat. Kijk, heel mooi. En hij is heel oud. HP. HP, er zit ook nog een afstandsbediening bij. Met die en de toetsenbom, dat is allemaal draad. Toen was draadloos. En dan gaan we verder. Moeten we even het setje hebben, toch? Dit is echt heel oud. Ik weet niet of je dit nu nog een nieuwe van kan vinden. Alleen deze computer is echt oud. Zo. We hebben hier allemaal 1996. Kijk, hier hebben we allemaal schroefdraaitjes. En waar gaan we mee beginnen? Dit is de... We moeten alles heel voorzichtig als we het hebben gedaan. We gaan niet naar de kabels terug maken. Nee, dat knip. Er zitten echt heel veel kabels en alles in. Ja. Dit is een dit dat hij gebruikt, maar hij heeft nu een nieuwe, dezelfde als mijn. Die is veel sneller. Snel voor die we thuis hebben nog. En wil je die zien? De unboxing die staat in de beschrijving als je die video wil zien. Ja, als we hem hebben gemaakt, staat hij in de beschrijving. Als je op YouTube staat, staat hij in de beschrijving. Dus een unboxing van de computer die wij nu hebben. Ja. Zeker een aanrader om te kijken. Ja, en als hij online staat, dan gaan we hem meteen laten zien. Dus als hij online staat, staat hij hier ook in de reacties. Als hij nog niet online staat, staat hij niet in de reacties. Dus maar de unboxing staat online, hè? Ja, de unboxing staat online. Dat weten we nog niet zeker, maar als hij hier online staat, dan gaan we die meteen proberen voor deze of na deze te uploaden. En dan kan je ook zien welke computer wij hebben. Ik gebruik nu dit schroefdraaitje. Dit schroefdraaiertje. Ja. Wij hebben hier een heel setje voor. Oh, met allemaal spulletjes. Dan mag ik een schroefdraaisetje, want ik heb een fout schroefdraaitje. We moeten kijken welke we gaan doen. Ik ga eerst dit losdraaien. Ja. Eerst gaan we de buitenkant doen. En dit klepje is ook stuk. Laat maar zien. Kijk, hier mag ik nu even aanwijzen. Dit was een klepje. Kijk. Dat kan je zien. Dit is een klepje hier. En hier zat, dit zat al een klepje. En hier kan je net zoals dit. En hier kan je dan zo in. Net zoals dit. Kijk, en hier kan je dan zo in de computer. Ik heb geen idee waarvoor de klepje is. Net zoals dit klepje, hier ook. En dat is. En die is stuk. Alleen dat was dit. En dan moest je deze iedere keer openmaken als je er eenmaal iets in wou. Vond ik niet handig. En dit knopje snap ik nooit wat er mee was. Dat snap ik voor niet. Voor oude dingen, want die zit er echt niet in. Nee, als ik daar op druk. Nee, hij gaat niet meer onder. Kijk, nou draai ik. Hij raadt echt de hele tijd. Echt. Ja, je hoort. Net alsof er een balletje in zit. Ik hoor het niet goed, maar dan hoor ik het zelfs dan nog. Net alsof er een balletje in zit. Ik ga dit niet open. Och, jongens. Wat is er? Zal ik proberen? Wat krijg je niet open? Zal ik proberen? Nee, we draaien wel even anders open. Weet je wel. Ik heb hier wel iets. Het is echt een... Wie heeft die zo strak vastgedraaid? Lukt het of moet ik het doen? Lukt niet, doe jij maar proberen. Ja, hij haalt het, hij gaat even proberen. Ik wil niet je hoofd ervoor aan zien. Kijk, is hij goed? Is het überhaupt zo? Kan je die niet met een stangetje? Nee, ik zet het even proberen. Ja. Hij is heel klein. Ik moet even kijken wat... Deze. Wacht. Zal ik even kijken? Nee, ik ga even proberen. Kijk of deze hier. Stop eens heel even. Nee, deze krijg je. Wie heeft dit zo? Zit er een soort van. Zit hier onder iets of zo? Ik ben heel even kijken naar een nieuw kopje. Hij zit wel echt heel strak vast. Ja, aan de achterkant zitten schroeven. Hier, even kijken of deze ook goed gaat.
ga ik even proberen om wit te doen. En ik probeer een achterkant even los aan te draaien. Nee, dat zijn echt van die ronde schroefdingen. Ik heb hem. Heb je er één? Voor? Kijk, ik draai met deze. Eén ding van deze oude computer, als ze zin hebben. Kijk! Ze hebben het wel heel goed strak vast gedaan. Kijk. En we krijgen er eentje open. Schroefjes. Schroefje. Daarop. Zwart op zwart zie je het heel goed. We draaien alles ook zo los. Als we het hebben, leggen we het achter neer. We hebben twee halve schijven nog achter liggen. Dus we gaan alles zo dicht mogelijk openmaken. We draaien het ook weer terug. Ja, want deze computer moet. Is het de bedoeling dat je stuk gaat? Nee, en hij gaat ook overal voorzichtig, want dan moet men een volle beeld. Veel te veel. Ja, we hebben nu eindelijk een klepje los. Het eerste wat wij los hebben gemaakt. Kijk, dit is het eerste wat wij los hebben gemaakt. Een klepje. Er staat een uitroepteken op. Een uitroepteken. Kijk. Ik denk dat je dit niet kan openmaken als er stroom op staat. En dan mag het ook niet. Ik ga eerst dit eraf halen. Ga jij maar even proberen om iets te openen. Ga jij maar even kijken wat jij zo af kan trekken, bijvoorbeeld. Nee, dat maak je denk ik stuk. Weet je? Ja. Je draait nog één schroefje los. Ik ga even kijken of we... Ga jij maar een schroefdraaier uitzoeken voor jezelf. Kijk, ik draai... Kijk, hebben we ook... Werkt deze aan de achterkant? Misschien... Ik ga even kijken... Nee, dat werkt niet, kom maar. Dat werkt niet goed, dat heb ik al geprobeerd. Geloof mij nou. Dus die hier heb je al geprobeerd? Nee, die schroef werkt niet. En je moet die hier niet draaien, want als je dit losdraait, draai je iets heel anders los. Oké. Dus ik draai nu ook schroeven eruit die eigenlijk niet kunnen eens. Maar hoe gaan we dit daar weer terugkrijgen? We maken hem niet per se, maar we doen gewoon de dingen die we nodig hebben en die niet stuk maken. En ben ik zo dom dat ik het niet terugkrijg? Denk je dat het ons dan niet lukt? Die kunnen niet. Heb ik allemaal geprobeerd, Koert. Goed. Ja. Maar we kunnen niet zoveel losmaken. Pietjol. Waarom niet? Want wat wil je hier losmaken? Heel die computer kan uit elkaar. Ja. Kun jij met dit schroefdraaitje dit vastdraaien? Vastdraaien? Die niet, die. Waarom die vast? Waarom heb je die omdat dit ding niet eruit hoeft. Waarom heb je die dan ook losgedraaid? Nu zit die vast. Oh nee, jij zit nog niet vast. Jawel. Jij hebt ook helemaal fout erin. Oké, dan doe jij nou al lekker alles. Ja, hij gaat een beetje... Doe maar niet verder, je hebt gelijk. Hij gaat het niet verder, dus dan doen we het niet. We gaan niks lopen, anders... Hier heb ik één klepje eraf. Dan kan je iets mee. En kijk. Even... Niet zo wat stuk trekken. Nee, doe ik niet. Zit die nog vast? Ja, die zit nee. Vast daar. Jawel, aan de onderkant zit die vast. Hij zit echt helemaal hieronder. We hebben hem. Maar er zit helemaal draad. Er zit allemaal draad. Mitchell. Er zit allemaal draad aan. Kijk, zie je die blauwe draad? Die... wat is dit? We hebben iets. Weet niet wat het is? Nee. Weet je, laat het achter in de reacties. Die moeten we terugplaatsen. Ja, met de schroefjes. Kan het nog wel terug? We plaatsen niks vast, we doen het alleen maar terug. Want we willen niet zomaar dat die stuk is. Kijk, hij zit weer vast. Ja, alleen maar die twee schroefjes die kunnen we daar wel. Ja. Maar zijn het allemaal dezelfde schroefjes? Weet je wel? Het is een videokaart. Een videokaart.
zouden van mij dit eraf kunnen halen. En dan kan hij, als je dat terug doet, kan hij weer werken. Ja, hij werkt toch. Dit zijn toch allemaal draden. Hier komt niks op uit, kijk. Waarom zit hij er dan? Ja, weet ik ook niet. Ik weet wat het is. Ik denk dat dit voor... Dit is het geluid, dit. Mitchell, dit is denk ik het geluid. Nee. Want hier zit een stekker. Nee, die zou je nog... Die stekker gaat hier naartoe. Gaat hij naar twee kabeltjes? Nee, dat kan niet beter. Kun je nog iets in praten, snap je hem? Voor een onhandig schrijf, maar die hebben we nu niet meer. Die bestaan nu niet meer. Nee, deze niet. Er zit een hele oude Nvidia harde schijf in. Niet van Nvidia harde schijf. Jawel. Er zat een Nvidia ding in. Nee, Nvidia game ding. Harde schijf is waar je het later opzet. Ja, een Nvidia videokaart. Ja, videokaart. Ja, of een Nvidia chip van een videokaart. Dat kan ook nog. Nee, die is heel oud dus. Stomme maak ben ik stuk. Dan moet je er niet aan zitten. Als je denkt dat je het stuk maakt, niet aan zitten, Mitchell. Maar ik moet hem eruit hebben. Dat moet niet. Als hij stuk is, dan... Ik heb hem. Is hij los, is hij stuk? Nee. Kan je er zo in prikken? Je hebt dingen die je zo kan in? Ja, die... Hoe niet? Deze zit vast. Ik draai me hiermee, hiermee beter. Oké, ik ga dan doen... Die kan. Ja. Hij gaat los. Dit is een... Ik leg deze eventjes hier neer, Mitchell. Kom met schroefjes. Ja, maar dit is een lekker... Die passen overal in, kijk. Oké. Kijk goed. Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde schroefjes bijna. Bijna ja, niet allemaal. Nee, maar we kunnen gewoon terugstoppen. We stoppen gewoon een schroefje en welk schroefje maakt het zich uit, wist je dat? Hier. Als hij maar vast zit, vind ik. Wacht even. Kijk, zit hier nog iets? Ja. Oh, ik weet van, hij zit echt helemaal vast aan de computer. Hiermee... Via dit klepje kan je hierin. En wat moet je daarin doen? Dit is echt niet heel oud. Ja, hou nu deze kant eraf. Hebben we die nog nodig? Als we hem nog ooit open kunnen krijgen. Oh, nu. Trek me eraf. Zo. Dat is eigenlijk... Dit kan je gewoon opkrijgen. Dit is niet heel erg. Nee. Kijk, we hebben nu heel die voorkant eraf gehaald. Dan makkelijker erbij kunnen. Waar is de knop? Is dat nog een knop? Waar is die knop heen? Welke knop? Boven. Zit die daar? Nee. Die heb jij eraf. Hier! Ja, kijk, hier zat die knop. Dit was dan die knop. Dit was dan. De A-knop was bijna niks. Nee, weet je, kijk, die A-knop die gaat hier. Ja, toen dacht ik. Die gaat of hier. Weet je, hier. Nee, dit is. Gaat die stroompje in? Kijk, dit is dan zo. Het geluid. Kan je ook meteen goed uitstoffen? We hebben wel heel veel eruit. Mm-hmm. En dit is dan zo, ik weet niet of jullie het goed kan zien, maar hier zit dan zo de geluid en de microfoon en een paar USB dingen. En Thunderbolt. Deze knop snapte ik nooit. Dat was voor een oude... Er zitten heel veel oude dingen, net als dit, Mitchell. Hier kun je ook iets heel ouds in doen, ofzo. Ik snap er niks van. Ik was er niet blij mee. Ja, het was een tijdje gewoon de computer. Krijg je hem los? Ja. Je wacht, niks doen. En kijk, ik leer het je. We moeten er af vanaf blijven, anders. Deze kan je niet. Wat gebeurt er als je die dingen omhaalt? Is dat niet voor aan en uit? Weet je wel? Dat weet ik dus niet. Ik haal er een schakelaartje over, maar welke weet ik niet. Eentje is denk ik voor aan en uit en de andere is voor slaapstand. Ik heb geen idee of we hem nu aan of uit hebben gezet. Dat zet je niet meer aan en uit, dat is wel heel raar. Ik heb geen idee waarvoor het is. Misschien resetten of zo. Nee, dat doe je zo niet. Dat moet je in het systeem doen. Is dat een videokaart controle? Dit hebben we eruit gehaald. Waaruit heb jij die gehaald? Ja, hoef je helemaal niet meer heel te want hij gebruikt toch niet, maar als we maar het rommelig niet hebben, dan moet dat wel terug kunnen. Mitchell, maar wat is dat rode? Is dat een videokaart?
Ja. Kijk, wat is dat? Weet je hoe je dat kan doen? Kun je hier een DisplayPort aansluiten? Kijk eens. Kun je hier een scherm aansluiten? Ja. Dan is de videokaart. Handig bedacht, hè? Dit is iets wat we niet meer gebruiken. Stom ding. Nee, die kan daar weer in. Doe hem maar weer in. Nee, we moeten dit toch naar onder. We moeten dit openmaken, want we moeten het voorzichtig mogelijk doen. We gaan, als we dit eraf halen, gaan we de processor stuk maken. En dat wil je dan? Nee. We kunnen niet te veel eruit halen. Dat is de videokaart. Elke kan je nooit de computer uit elkaar halen en dan blijft hij heel. Zeker niet bij oude dingen. Maar ik wil gewoon de videokaart wel de schrijfsteken, jongen. Ben jij? Ja, de videokaart ook. Stom ding. Die zit vast. Stomme rot videokaart. Nee, die zit echt. Zie je dat zwart daar? Hij zit helemaal vast. De videokaart. Nee, zie, kijk eens daarachter. Hier, dat grijze, daar zit hij mee vast. En dan trek je hem stuk. Mitchell. Dan trek je hem stuk. En ik wil hem terugtrekken, snap je? Wil je hem terug? Ja, even. Ja, zo is hij weer terug. Hij is nu weer terug. Mooie klik? Ja, ik hoor een klik. Dan ga ik even kijken hoe hij zit. Helaas, sorry, we kunnen niet alles eruit halen. Maar ja, we willen hem ook nog heel houden. Ik wil die eruit halen. Als deze. Hier zit hij niet meer vast. Zit hij aan de onderkant vast? Niet zo. Ja. Maar dan moeten we deze klep weer op doen, anders. We gaan de. Deze twee eruit halen. Zal ik? Nee, wacht, dat doe ik wel. Die moet je heel zichtbaar. Jij moet even meekijken. Of we het goed doen. Schrijf jij die man hebben? Dan moet je die naar buiten schrijven en dan kun je dit doen. Dan heb je één ramschijf. Die mag niet vallen. Nee. Dan gaan we hier neer. Kijk, één ramschijf. Kunnen we mee onze eigen. Eigen. Onze eigen computer doen. Allebei één. Ja. Zitten er twee in dan? Ja. Wat kan je met ramschijven? Om je computer nog een stuk sneller maken. Oh. Deze ramschijven zijn niet echt de beste, maar. Maar dan hebben we nog iets. Ja, we hebben nog iets. Dan moeten als die in onze computer past. Ja, dat weet ik niet, hè, want heel vaak moesten we bij nieuwe dingen anders. En ja, die zijn nu nog steeds. En dan hebben we de ramschijven. Wat willen we nog? Nou, nu naar dit ding moeten we. Ja. Zie, kan je die? Ik ga even proberen. Kan je die nu niet goed uithalen? Die stekschakel losmaken. Maar kan je deze er niet goed uithalen? Of zit die vast? Die is vastgedraaid. Met dit? Nee. Nee, dit zijn dopjes. Ik snap het dopjesysteem niet. Waar zit hier kleine, hier grote? Ja, ik moet dit eruit halen. Stom ding. Ik moet deze draadjes weg proberen te halen. Maar wil je dat onderste weghalen of dit? Kijk, aan de achterkant. Nee, dan moet je deze, wil je deze er ook uithalen? Ik vind het beste toch doen, hè? Deze eraf halen, deze. Doen we deze? Want ik weet, als ik dit eruit haal, kan ik heel dit ding aanbouwen tot een andere computer, wist je? Maar wil je dat doen? Ik zou gewoon willen dat mijn eigen, dat we dit in ons. Hé, ik had hem niet op zijn koep gezet, want dit is er helemaal los of niet? Zitten er geen losse dingen? Ik heb hem. Mag jij doen? Het schroefje moet los. Hou je hand weg. Draai de andere man los. Nog een hand? Oh, hier. Dan kunnen we denk ik de SSD eruit, de harde schijf eruit daar. Nee, kijk me eens zo. Hebben we meer geheugen aan mijn computer als ik dat wil? Maar waarom alleen jij? Ja, nee, dat kunnen we als harde schijf dan gaan gebruiken. Huh? Oh, deze gebruikt het toch echt niet meer. Deze zit nu los. Wacht. Ik heb deze nu losgemaakt. Ja, dan gaan we mee kijken.
waar je aan vast zit. Ga je niet te veel schaaf op je vloer, hè? Dan moet je lekker allemaal krassen. Kijk, waar je vast zit. Oeh, er komt heel veel stof af. Er komt een hele hoop stof af. Wij willen gewoon de draadjes waar je aan zit heel houden, snap je? We willen hem ook nog gewoon gebruiken. Als er tenminste computerstukken zijn en deze doet, dan heb je tenminste nog iets. En deze computer is echt oud, wat hij het nog doet. Die is echt top. Wat muziek. En waar komt dat geratel vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Hey, weet je hoe deze vast gaat, Mitchell? Kijk, deze schroevendraaier, eventjes een beetje, deze schroevendraaier, als je deze erin stopt, gaat vast door een magneet. Dat is een magneet, dit is ijzer. En die trekt hem dan aan. En dan gaan we nu weer verder. Wil je die eruit halen? Nee, dan moeten we eerst de ruitjes maken. Maar gaat hij dan niet stuk? Je zei als je daar aan zit, dan gaat hij stuk. Nee, als wij de draadjes niet loshalen, dan gaat hij stuk. Als je hier aan zit, gaat hij stuk. Oké. Want hier zit een processor onder. Dit is een processorkoeler. Dat is waar de snelheid van je computer iets mee doet. Oké, en kijk, zo kan deze ook eraf vast. Dat is echt een keigoede magneet. Dus kan je er gewoon al van vastzetten. Als jij ze loshalen, maak je het heel voorzichtig. Waarvan wil je dan niks stuk maken? Ik heb ze goed eraan nodig. Waarom doe je zo raar? Dat deze er ook in kan, hè? Doordat het ook ijzer is. Ja, moet alles hier stuk. Nee. Doe het helemaal van. Zo. Moet je eruit? Hou jij die vast? Oké. Anders ga ik hem laten vallen, hè? En niet hier, maar gewoon bij het ijzer. Ja. Ga je los? Die ding hebben we nu niet meer nodig, wist je dat? Het zit vast. Dus kan je die zo maar los krijgen. Oh jawel, kan je deze eruit klikken? Nee. Weet je, deze draad... Als je deze draad volgt, deze draad komt hieruit, hè? Ja, maar ik maak al één ding los. Oké. Jongens, deze computer valt eigenlijk uit elkaar. Serieus. Dus we kunnen hem niet meer gebruiken. Dat denk ik niet echt, maar... Ik denk wel dat we onderdelen kunnen gebruiken, dat die computer niet stuk is. Oké. We maken niks stuk. Dus we moeten hier niet vastpakken, dan zeg ik aan het ijs, dan maak je het minder stuk. Ja? Ja. Kan het thuis een brand vliegen als we hem daar aanzetten? Nee. Echt niet? Dat vind je niet zomaar fik. Stroom? Het werkt niet, het zou wel kunnen. Dus daarom moet je het dan buiten doen. Alleen buiten heb je geen stroom. Dus moeten we er eentje op zonnepanelen maken. De nieuwe uitvinding van het jaar. Zonnepanelen computers. En je kan die computer als het zon niet schijnt. Dus ja, dat betekent dat je nooit meer naar buiten gaat. Want als de zon schijnt, ga je computeren. En als het regent, kan het niet. Maar zo bespaar je wel kosten. En stroom voor het milieu. Zon. Gaat hij los? Mag niet stuk, hè? Hij is los. Het eerste draadje. Ik weet niet wat je hiermee moet. Laat jij maar zien, dit draadje. Ik weet niet wat je daarmee moet. Het draadje. Snap je wat je daarmee moet? Pak mij hier vast. Anders weet jij nog waar je dit, wat je hiermee kan? Het draadje. Het draadje voor alles te begeleiden. Ik snap überhaupt niet eens dat zo'n schijf een computer kan laten draaien. De computer is nu helemaal los. Helemaal
Ja, waarom? Veel eraf getrokken eigenlijk, zo van. Ja. En heel die onderpraat staat helemaal niet stevig. Hij stond altijd al wankelig, hè? Niet zo erg. Ja, altijd wankelde, want hij heeft je net de onderkant niet gezien. Er zit één grote en kleine. Nee, die ene zijn eraf gegaan, die dopjes. Echt? Ja. Dopje afgegaan. Voor ons zit er geen dopje onder. Wat zit er dan onder? Ja, misschien wel een beetje dopjes, maar niet dan op... kijken. Nee, er zit geen dopjes. Er zit één reepje, twee reepjes. Op praatjes. En weet je dat de voorkant, daar heb ik last van, dat de voorkant hoger zit dan de achterkant? Hier? Ja, bij deze computer, ja. Waarom? Weet ik veel, er zit dan zo van een blokje of zo. Dus deze kant zit hoger dan de achterkant. Heb je dat niet erg? Nee, alleen als dat merk ik dat hij op het hout staat, dan staat hij af en toe een beetje hoger, dan merk ik dan. Oh, dan denk je een beetje wat raar. Ik heb geen idee waarvoor het is. Ik denk voor het staat. Daarvoor is het wat er beter is, want anders gaat hij onder naar. Oh. En wat gaan we er nu uithalen? Wat? Kun jij een onderschroefdraaier zoeken? Een rondkopje. Die hebben we denk ik niet. Wat is dit? Je hebt dit losgemaakt. Ja, leg me daarop. Maar... we kunnen deze computer nooit meer repareren. Rip. Een rondschroefdraaier. Ja, maar ik wil gewoon... ik heb hem al. Rond. Ja, goed. Hierin zoeken. Goed, hierin. Kijk. Hier, gaan we hier zoeken. Een ronde. En ik heb hem al. Jij zei zoeken. Dit is wel ook een ronde. Kleiner heb ik nodig. Deze is kleiner. Ik weet niet precies of het rond is. Hey. Streep, streep, streep. Groot, groot. Zo. Je moet allemaal bovenwissel het goed sorteren. Weet je wel. Oeh, hierin kan je heel... weet je wel. Dan heb je echt iets klaar. Wat zeg je? Als je echt iets kleins wil pakken, dan moet je het hiermee doen. Kom maar. Hier. Ja. Ja? Wil je mee? Nee. Dat zei je ze net. Ja, dat hoorde ik. Ik weet niet hoe dit stomme computer in elkaar zet. Kan je er nog veel uithalen? Ja, maar dan moeten we een beetje meer gaan slopen. En dat gaan we niet doen. Ja, maar we gaan een beetje meer. Dus jij gaat een stuk nee, maken. Goed slopen. We moeten een beetje meer dingen doen dan we nou doen. Ik wil even doen. Mensen, moeten wij meer slopen? Dat is de volgende video. Bij 10k duimpjes omhoog gaan wij een volgende nee, video doen wij niet, hè. Nee, je hebt YouTube gezien dat doen. Zo, bij 10k maken we de volgende video. Ja. Wij doen het niet. Wij doen. Gewoon doorgaan. We gaan dit ding losdraaien. Dit ding draait de voeding. Dan ga je dan in jouw computer stoppen. Nee, dit is de voeding. We hebben het. Dit is stroom. Hier gaat stroom in. Ja. Hebben wij stroom nodig in onze computer? Ja. We hebben toch al voeding in onze computer? Ja, maar we hebben wel stroom nodig. Nee, zo zeggen dat als de computer geen stroom nodig hebt. Nee, onze hebt al stroom. Maar niet dit ding hebben we niet nodig. Dit kan niet naar mijn computer, want dan hebben we. Dan moeten we een andere stroomkabel aansluiten. Zo. Wat gaan we doen? Nee, maar deze min is zwaar. Dit ding gaat eruit. Oh, dit ding gaat eruit. Welke serie vind je het leukst op Oesjes kanaal? Laat weten in de reacties. Kun je alsjeblieft helpen? Niet zoveel spelen met dat ding alsjeblieft. Speel. Als het daar spijt is, moet je mij niet opbetalen, is gezegd. Dit gaat niet zo snel kwijt. Nee, maar je moet alsjeblieft afblijven. Ik ben bang dat je daar kwijtraakt. Maar moest er ook zeggen mee doen, mochten we bij elkaar houden. Het is ook bij elkaar. Ik sorteer het thuis. Kijk of het goed gesorteerd is. Ja, doe het er gewoon daarin. Dus ben wij er vanaf. Want als je wil helpen. Hey, je zei dat je de schroefjes op het zwarte moest leggen. Doe dat dan.
En weet je wel, de schroefjes zijn wel sommige anders. Sommige zijn klein, sommige zijn groot, sommige zijn. Ja. Deze computer kan niet meer joh worden. Nee, dat doen we ook niet meer. Want ik wil gewoon alles. Oké, trek maar stuk. Nee. Wat? Wij hebben dit ooit geprobeerd, alleen dat was echt totaal niet goed. Nee. Geen goed verlichting, geen goed beeld. En je zag helemaal niks. Bijna. Dus waar zou je dan uploaden? En dat was niet hier, dat was van een andere computer. Vind je deze video leuk? Laat een duimpje omhoog achter. En met jou heb je iets. Jij mag raden, jij moet raden. Jee. Hey, als je een video draait, kun je video's zien. Dit is een CD-speler, kan je ook... Kijk, de CD-speler die mensen net los. Kan je hier ook een ex-CD gewoon spelen zo? Als je deze aan de tv aansluit? Weet ik niet. Bewaren. Even heel voorzichtig doen. Overal vanaf. Zo. Hoppa. Hoeveel schrijven hebben wij wel? Heel veel. We hebben er al 3. Maar het ding is ook weer binnen. We krijgen toch wel dingen los. Ja. Maar wij doen het ook voorzichtig. Want als je echt heel hard had gedaan, had je hem gewoon kapot getrokken. En dat willen wij niet. Je moet wel jong zijn. Even moet je kijken. Ga maar heel even liggen. Dan kan ik heel even kijken. Waarom ga je ermee spelen? Het is geen speelgoed. Dat is een ventilator. Je zit met stomme schroefjes vast. Deze had geen goede ventilator, waardoor die af en toe uitviel. En er zat heel veel stof in. Gelukkig is het nu een beetje stofvrij. Weet je, je hoofd zit ervoor, ze kunnen niks zien. Dankjewel voor de tip. Dan kan ik even meer gaan loshalen. Maar je mag al die draadjes die hier zo in zitten, dit. Die draadjes moeten niet los. Jawel. Want anders kun je er zitten niet... heel veel kleurtjes. Aan de achterkant. Blauw, groen, rood, oranje, zwart en wit. Goed, ik vraag het aan je. Je dat gewoon heel. Of je deze allemaal, al die draadjes. Net zoals ik nu doe, bijvoorbeeld dit. Zit hier bijvoorbeeld in vast. Maar je moet de schroefjes wel wegleggen. Niks joh. Want ik kan papa uiteindelijk gebruiken. Ga maar dit losdraaien, dit kapje. Dit kapje? Nee, dit. Nee. Als het kan, hè? Anders moet je even hiermee wisselen, maar. Ga maar even zelf uitzoeken. Ik help je niet. Kleintje. Nee, goed, met die. Hier zit. Kijk eens, goed. Hoezo, we hebben echt een kleintje nodig. Die, kom eens. Kijk eens hoe kleintje je nodig hebt. Nee, goed, hier zit gewoon een goede in. Die past niet eens. Ik moest het zelf uitvogelen, heb je net gezegd. Dat zijn letterlijk een paar seconden geleden. En wat doe jij nu? Niet mij het zelf laten uitvogelen. Hou eerst deze. Eén van deze drie ga je. Maar leg jij het wel weer goed terug? Ja, één van die drie ga je het proberen. Dan mag je van mezelf proberen hoe welke het is, als het maar niet stuk gaat. Hey.
Goed zo. Jij bent goed bezig. Kijk. Wat is dit? Videokaart. Kijk hier, waar heb je de videokaart? Kijk hoe goed ik het heb gedaan. Kijk eens wat ik ooit heb. De videokaart. Ben je blij? Ja. Doe het goed? Nee. Waarom niet? Omdat het heel slecht doen. Kijk! De draden! En sorry dat het heel lang stil is. Ja, sorry ervoor. Maar wij zijn nu... Hij zit al in het dossier. Is hij los het kunnen? Nee, ik kan hem niet zomaar uit. Deze zit echt... Die zit echt heel goed vast. Hij is los. Gefeliciteerd. Kijk, dit klepje is los. Dat is eigenlijk het klepje van de... beeld. Van een beeldscherm. Waarom is het niet zo goed vast? Waarom heb jij komst met dat ding? Nee. Binnen kijken of er iets stuk... Huh. Dit beeldscherm is gewoon stuk, dit ding. Kijk. Dit klepje. Goed, je hebt één ding gedraaid. Nu gedraaid. Nee, je moet gewoon laten zitten. Het is de aansluiting van de... om een beeld te maken, die stuk. Heel raar, maar dan... Snap ik ook totaal niet. Deze moet ik ook bij. Nee, ga maar op. We gaan niks terug doen. Ik doe eventjes eerst de schoonmoed. Dat is heel erg tof. Kan je een beetje voet weg? Waarom? Die moet niet losgedraaid worden. Omdat ik hier ben aan het kijken, moet dit niet los dan. Als je deze los wil, moet deze los. Draai maar los. Mag jij van mij doen? Want jij wil die toch heel graag los hebben? Kijk. Deze kant. Ga jij maar gaan kijken of je nog iets kan. Ik ben even draaien dan. Deze zit wel echt strak vast. Maar dat klepje, waarom zou die zo strak vastzetten? Ik snap hem ook niet. Zo. Ik ben gewoon 5 minuten bezig om zo'n klepje net.
Kijk. Weer een draadje. Kijk, dus die kun je straks gewoon nog gebruiken. Oké. Twee draden los. Je hebt ook goed bezig. Hij is nog niet los, Michiel. Nee, maar ik ben alle draden aan het losmaken. Dat is vandaag niet af, niet van mij. Of niet zo met draden stuk maken. Nee, ik weet wat het is. Dit schakelaartje. Je dan aan? Nee, hij gaat niet aan. Er komt nog gewoon meer ram in. Dus. Nou, ze hebben er wel echt over nagedacht hoe ze deze schroeven goed kunnen. Nou, het is veel meer makkelijk om uit elkaar te houden, is dat? Ik ga eerst deze losmaken, want deze zit al los. Dan kan ik hem dan. Ik heb er nog meer draadjes. Maar ik doe het daarvan. Nee. Ja, maar ik. Je moet je draad helemaal schuin. Stop maar. Is hij los dan? Ja, hij zit nog steeds hier vast hoor. Ik denk dat ik nu juist de klep open draai. Met show. Ja, maar wacht. Hij zit via de onderkant vast. Die schroefdraaier hebben we niet eens. Nee, deze kunnen we er niet uithalen. We hebben geen. En nu, ik draai nu alleen maar deze klepje los, Michiel. Moet je weer vast? Ja, doe maar vast. Gaat er niet vette gaten los? Ja. We kunnen beter proberen om eerst dit eruit te krijgen. Zo, die is weer vast. Draai eerst maar die vette gaten los. Snap je dit schroefje? Dit schroefje heb ik helemaal geen nut. Jawel, die zit vast. Ik zeg even de schroefjes. We bouwen niet meer in de kamer, zo kunnen we onze computer upgraden. Yes, hè? Yeah, en deze computer gaat niet snel stuk. Nee, maar jij hebt eigenlijk een extra harde schijf nodig. Jij wel dan. Ja, maar ik zit over de. Nee, als ik iets doe, dan moet ik afstaan. Jij hebt al een harde schijf met Joel. We doen gewoon niks mee, we wachten gewoon ermee. We waren het. Ja, klopt. Dan kijken we daar ook wel, misschien. Maar jij hebt al een harde schijf, waarom zet je daar wel niks op? Zet ik al zoveel mogelijk op. Nou, ik merk er niks van. Maar ik doe die ook niet, ik doe gewoon. De RAM kunnen we wel upgraden nu. Zo, die we hebben allebei nog een snellere computer. Nog sneller, ik denk dat hij dan jouw slomer wordt. Dan moeten die wel erin passen, hè? Ja, hoeveel RAM hebben we nu in onze computer? 6 of zo. Ik heb geen idee wat deze computer had. Kijk eens, wil je het weten? Hier staat het. Kijk eens. Ik ben bezig. Zal ik je werk ook nog even kijken wat erin zit? Nee. Ja, een Intel i SO 34 G. Er zit 8 of zo. Papa, los de
de laatste. Er moet er nog eentje. Jij bent snel. De ventilator hou hem vast. Want hij... Ja, het duurt altijd wel eventjes. Tot het bij het begin zit hij kei strak. En uiteindelijk... Weet ik meteen doen nu? Nee. Jij draait juist niet goed. Ja, weet je hoe jij draait? Jij draait zo. Dan draait hij juist niet. Ja, nu gaat hij. Ja, nu kun je hem gewoon zo doen. Dan moet ik even schroeven aan hebben. Zo. Nee, eerst laten zien. Eerst laten zien. Dit is een ventilator. Hou hem dichterbij. Cool. Ja. Wij doen niks, hè? Zet maar even op mijn tafel gewoon. Dan hier recht, want dan valt hij zeker om. Zo valt hij juist om als je hem zo neer. Zo niet. Ik moet even vragen. Jawel, zo gaat hij maar één stukje juist vast. Je moet hem juist. Maar dat is jouw spul. Dat is helemaal dat het stuk is. Dat schroefje mag eruit. Jij hebt het schroef eruit, dus ik kan niet draaien. Ik kan maar zeggen dat schroefje mag eruit. Als ik hem heel goed los heb gedraaid, mag jij met je hand eruit halen. Wat voor rotschroefje. We hebben al kei veel. We hebben de helft van de computer al. Maar wat wil je er allemaal uit aan? Dit ding. En dat is het laatste. Nee. Wat dan nog meer? Nee, dit ding hoeft er eigenlijk helemaal niet uit. Waarom doe ik dat? Ja, ik heb geen idee waarom jij dat doet. Jij hebt een nieuw schroefje uitgehaald en aan mij gegeven. Kun je die even terugpakken? Ja, ik weet niet welk het is. Maakt niet uit. Eén schroefje is zo erg. Eén schroefje kan wel heel erg zijn, weet je wel. Het is nu je eigen schuld. Eén schroefje is nou niet zo erg. Jawel. Weet je hoe het eigenlijk één schroefje is? Weet je wel. Weet je wat hier eigenlijk mee bedoelt? Net als, weet je hoe het eigenlijk is? Net als één oor is niet erg. Of één vinger is niet erg. Nee, bij die schroefjes is het niet erg. Dat heb ik zelf gezien. Eén schroefje. Maar toen nog wel gaat het wel de computer wel. Ik heb een kniptang nodig. Kan je iets doorknippen dan? Ja, dat moet. Als je een stuk maakt, dan niet. Nee, maar... Ja, dan maak ik hem stuk. Dan kunnen we hem nooit meer gebruiken. Weet je wel? Wat moet je... Sommige kabels horen ook niet los te kunnen. Wel, alle kabels horen eruit kunnen. Dit heb je helemaal zelf gedaan. Alle kabels horen eruit kunnen. Alles nog eruit kunnen ook, hè? En alles kan eruit. Er ook die blauwe kabel en die rode kabel. Deze? Nee. Ja, die kun je er gewoon... Soms zitten ze ergens onder, maar kun je zien, dan zitten ze daar voor veiligheid dat ze mensen er niet uit kunnen halen. Maar als jij het doorknipt, dan kun je het er gewoon uithalen. Maar zo, dit hoeft er ook niet uit. Bestel je, hè? Ik wil hier naartoe kunnen. Oké. Hier onder zit een handschijf. Die wil je hebben. Die moet eruit. Dat is iets om heel anders te kunnen gebruiken. Want dan heb jij twee harde schijven. Met show. Maar? Ik ga er ook niet, nog niks mee doen. Ik moet hem dan eerst helemaal leeggooien. Ja. Wat staat er dan iets op je harde schijf dan? Ja, daar staat Windows op en zo. Dan heb je wel echt een goede harde schijf. Weet je hoe goed zo'n harde schijf is? Die kan gewoon een hele computer. Dan kan je heel veel spellen op doen en zo. Maar waarom heb jij nog een harde schijf nodig? Goed, papa zei dat dan in als je deed. Ik wil uiteindelijk zo Raspberry Pi
ooit te komen gaat. De open harde schijf. En dat is geen harde schijf. Wat dan? Een computer. Dan kun je een Windows, een USB harde schijf. Kun je zo harde schijf maken op internet. Dan kan ik ook met mijn tablet erop zetten. Al mijn foto's kun je ook met je video's erop zetten. Ja, maar dan kun je die via je tablet bekijken. Nou, waarom wil je ze op je tablet bekijken als je op je... Kan je ze allemaal op meerdere apparaten kijken? Ja. Kan je ze allemaal op meerdere tegelijk kijken? Ja. Dus dan kan jij hem kijken boven tegelijkertijd als ik hem op mijn computer ook kijk. Ja. En dan kan dus die 10.000... Dus dan kan ik dus heel Nederland hem laten kijken. Nee, je moet wel een code voor hebben. En als je heel Nederland die code geeft? Nee, dat moet je niet doen. Waarom niet? Want dan kan ik jou ook weghalen. Dan kan jij mij weghalen? Ja, en blokkeren. Maar blijf jij dan de baas of is dan iedereen de eigen baas? Nee, ik ben de baas wat jij kan zien. Ja, dan doe ik niet. Dan ga ik er eentje kopen. Nee, maar we rest per paar wie het is. Als jij de baas bent, dan is het een internetbedrijf. Dan maak je eigenlijk gewoon een harde schijf. En die zet je dan, kun je dan met dingen benaderen. Maar dan doe ik het wel voor jou later en dan kun je gewoon kijken. En als ik dan niet wil naar je kijkt, doe ik het niet. Ooit heb ik privé-dingen erop staan. Zoals? Video's die ik moet editen en als ik dan niet wil laten zien, dan... Video die je moet editen. Ik bepaal ook of die erop komt, Mitchell. Dus als niks privé's aan. Nee, maar als ik bijvoorbeeld een foto ben aan bewerken. Voor jou als geheim. Snap je? Dus jij bent voor jou... Voor dus als... jij bent voor mijn 11e verjaardag. Jij bent bij de 11. Dan ga jij dus een verjaardag foto geven. Wil je dat? Nee, dat zeg je nu eigenlijk. Nee, maar als je ooit jarig bent, ooit. Ik ben ooit jarig, ja. Ik ben 19 september jarig, ja. Zeg je dat gewoon op internet? Ja. Dit knip ik eruit. Oké. En dan ga jij mij een cadeautje geven, hè? Op mijn verjaardag ga je mij een cadeautje geven. Stop als je even over. Wat ga je dan wel laten doen? Misschien dat ze ooit niet met jaren zo kan ik iets van maken, maar... Ga je die maar even uit proberen te krijgen? Wat? Ja, als je had geluisterd, dan had je het gehoord. Wie zegt alleen maar ga je die proberen eruit te halen? Ja, dit. Dat is niet luisteren, dat is kijken. Ja. Kijken en luisteren is anders, Mitchell. Heb je nog iets? Wat is dit? Weet ik nog niet. Laat dan zien aan de camera. Ik weet niet wat het is. Jij vergeet iedere keer echt alles aan de camera te laten zien. Kun jij dus alsjeblieft achter op tafel leggen? Ja. Dan ga ik proberen om... Om de computer heel te maken weer. Ja, dat ga jij proberen. Dat heb je mij beloofd. Dit is mijn computer. Ja, Mitchell heeft ook zo'n computer. Die hebben wij gekocht omdat we dat leuk vonden. En Mitchell... Hoe doe je alsjeblieft niet zo raar? Dan stop ik de video. Ik vind het nou ook kinderachtig voor. Nou ben je meer een beetje het kieren. Hey. Heel raar moet ik het schroef draaien. Okay. Jij kan het beter doen. Ja. Ik ga het je eerst zien hier. Hier zit het. Kijk eens. Ik kijk even. Vanaf hier kan ik je dit schroefje moet los en dit. Oké, dat ga ik doen. Mitchell, laat me dan doen.
Als ik het los moet maken, dan moet je niet met je hand ervoor gaan zitten. Die gaat dan niet weg, want ik moet hier nu... Schroef draai ik al niet tussendoor bij die ene. Goed, ik heb nog een tip voor je. Blijf even af. Deze kan je niet loskrijgen. Dan moet je eerst die ventilator los. Nee, kom eens. Tip is voor je. Dat doe jij het maar. Jij doet het. Jij gaat het doen. Nee. Dan stoppen we. Stop je. Maar jij, ik vraag het aan jou. Dan mag jij iets doen wat heel lastig is. Zonder dat dit ding. Mij lukt het niet. Ik heb de grote handen. Nee, jij hebt niet de grote. Want die zit je als heel strak, Mitchell. Hoe strak draai je hem? Het is niet de bedoeling om me uit de kaart te halen. Jawel, is wel de bedoeling. Jouw schuif moet eruit kunnen, die moet je kunnen vervangen. Vroeger kon dat misschien nog niet. Ja, ik kom maar met die ding, met het ding wat je net had. Ik probeer het wel. Echt opgeheven. Wat ben je zelf? Ja, maar, oh, cool, wacht. Goed, ik ga... Ik doe het... Waar zijn papa en mama? Naar de tuin. Waarom halen jullie die computer uit de kraag? Omdat we hem anders toch niet gebruiken. Ik wou hem wel hebben. Daar kun je niks meer mee. Weet ik. Je gaat ratelen. En dat is het. Dan mag... Wil jij hem hebben dan? Nee. Joh, ze zijn aan het filmen, hè? Oh, hallo. En Joh, niet knippen. Dit moet toch knippen? Nee, we willen hem heel houden. Wat zoek je, hoor. Dat is een heel leuk filmpje. Fuck you too, bitch. Ik knip meestal er toch uit. Dit ook. Huh? Ja. Weet ik wel dat jullie aan het filmen waren? Je ziet de camera staan, wat denk je dan? Bij Mitchell staat altijd de camera op Een camera op een camera staat altijd. Maar toch niet zo? Ja. Leuk, maar voor YouTube. Hoe haal je een computer uit elkaar? Ik zie een hand. Wat? Ik zeg een hand. Ook zie mijn hoofd. Moet je dit doen? Ja, doe maar dit. Het knippen we eruit. Ja. En dan doen we verder. Ja, we gaan net zo goed bezig. Ja, en dan gaan we nu gewoon weer verder met de video. Dit ding moet eruit. Ja, hoe gaan we dat trouwens draaien? Een oud schroefje draaien. Het wordt wel een lange video. Ga je nog steeds kijken? Doe een like. Ja, geef me een like. Weet je nog steeds? Ik ben aan het kijken naar heel veel stiltums. Ja. Ik wil ook even kijken of je chaos zoals kan. Hier is de schroefje was. Ik geef jou een tip. Blijf eens. Die gaat niet liggen, want die hebben we niet nodig. Hier, dat schroefje hier, daar mag jij eruit halen. Waarom? Ik krijg je er niet eens uit. Die doen daar ook wel, ja? Als we daar dit eruit halen, tillen. Nee, hoeft niet, hoeft niet. Nee, ik moet het doen, dan doe ik het ook. Waarvoor? Laat maar. Waarvoor? Wil je eigenlijk zo'n ding hebben? Als die toch alleen maar raar. Want als papa zegt, papa wil hem eens niet meer aan hebben, zei hij. Ja.
Hij echt dezelfde man als die Brezen zit. Ja. Ja, ik ging op deze video zeker. Er is heel veel. En lukte. Wat we eruit willen halen, dat zit zo stom vast. Ik snap niet waarom ze die er niet uit kunnen halen. Ik snap niet waarom je dit niet veilig kan doen. Veilig is veel leuker, zie je? Als we dit gaan losmaken, maken we het kapot stuk. Ja. En wat we nou doen is eigenlijk nog niet zo erg, weet je wel? Maar in ieder geval, hoe ga je al deze schroefjes doen? Want je weet welke schroef je daar moet. Dit ding hebben we ook losgemaakt. Het hele klep. Ja, dat was bij de volgende gelukt. Kijk. Zet ik even de videopauze, dan ga ik even eten papa maken. We gaan weer verder. We halen nu alle schroefjes eruit. Als ik ze losdraai, draai jij even met je hand verder los. Oké. Okay. Doen we. Even af. Je die mag los. Ik vind het een beetje kinderachtig worden. Ik kan die niks loshalen. Die. Ik doe het wel. Draai maar verder los. Goed, dat is open. Je wordt echt stom zo. Waar ga je het dan maar losknippen? Dat vond ik echt zo stom. Maar dan ga je het toch uitknippen? Ja. Ik ga even de laatste connectie losmaken. Zet daar nog even eer voor, wat moet jij doen? Wat kunnen we dan nog loshalen? Schroefjes. Nou, je haalt die schroefjes los waar je dus niks aan hebt. Wel weer schroefjes losmaken waar je niks aan hebt. Daar heb je wel iets aan. Wat dan? We moeten daar naartoe toch? Weet je het dan niet meer? Maar ik kan toch niks doen nu jij schroefdraaier hebt? Goed. Ja. Komt goed. Ja, die krijg jij niet los. Ik heb die al strak. Ja, nou kun je hem pakken. Pak maar. Hey.
Je hebt iets los. Dit zit er ook nog aan. Wat? Heb je dat nu stuk gemaakt? Ja, dat hoeven we niet meer te hebben, want wat kunnen we er nog mee? Met de computer of met dat spul? Met dat spul. Ik heb al een brandplek wat voor de computer. Weet je op. Ja, om het een beetje met haar af te. Iets losmaken, alleen dat lukt niet. Nou, wat moet er los? Aan hier de hele stomme schroefjes. Die. Hoe praat je zo schroefjes, hè? Nou, ik denk dat het allemaal niet eruit moet. Nee, dat hadden schijf toch? Ja, ja. Maar worden we opgenomen nou, toch niet? Wel, toch. Ja, nee, dat is goed. Dan kan Mitsu er toch uit knippen. Even kijken. Hima, je moet het knipje erachter op drukken onder. En dan schuif je hem naar voren. Dan kun je hem eruit halen. En zo is hij eruit. We waren al kei lang mee bezig. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. En succes verder. En nu hebben we hem er eindelijk een keer uit. Het stomste werk. Op beeld moet je het doen. Op beeld. Oh. Ik wil even dit aan. Ga nu eventjes dit. Die gaan we niet doen. Ga. Kijk, we doen het voor jou. We hebben keiveel soefjes. En die. Wat is die deur maar dicht. Dan is het. Mag ook zo laten, maar. Ik heb al de schroefjes eruit. Dan is het wel fijn, hè? Ja. Want dan gaan we. Nee, dat weten we niet. We gaan hem nu losmaken. Dit is niet op beeld. Kijk. Hou jij maar even vaststaan? Zo. Is die zwaar dan? Nou, maar als je twee dingen tegelijk moet doen, op beeld zeg jij ook tegen mij. Ik had hem iets midden in de beeld gezet. Zo krijg je hem helemaal niet uit. Moet ik het proberen? Op het beeld. Kijk. Blijf zelf. We hebben de. Hij staat toch niet goed, maar ja. De harde schijf. Hij is eruit. En hier zat hij in. Was heel lastig. We hebben wel een beetje buiten beeld gedaan, maar dat vind ik niet. We hebben hem er uiteindelijk uit. Dit is best wel zwaar. Hij weegt zo'n 3 kilo.
En dan gaan we nu dit losmaken. Hij is al heel ver leeg. Nu het laatste hoesje van dit. Jongen, hier kom. Een ding zit er hier. En dan zit de kabel aan. Hier zit die kabel. Die kan ik gewoon. Oh, die zit al los. Kijk. Kijk, en dan zit dan een klepje. Dit zit alles van onze ding. Ja, ik heb geen idee, dit is heel oud. Ik weet niet wat je mee moet doen. Driver. Een driver by. Geen idee wat ik moet doen. We hebben er al heel veel uit. Kevin, heb je een schroefje draaitje? Goed, kom eens alsjeblieft. Goed. Alsjeblieft. Wat is het? Heb je het opgezocht al? Wat is een driver? Wat is een driver? Daar. Een Windows driver ook wel een diverse een stuurprogramma genoemd is verantwoordelijk voor het controleren en beheren van aansturen. Van hardware. Ja, nee, mag ik zien wat het is? Ik ga even kijken, ik ben niet zeker of het dat is. Waar is die? Ik heb de manier. HP? Een HP driver by. En dit is een driver. By, moet je wel mind. Driver. Dan weet ik wat dat is. De driver biedt diensten aan waarvan alle programma's en dingen. Nee, dat is het niet. Dit is iets anders. Van kunnen maken. Want die zit, die moet de driver by. Moet je dit precies overtypen. Voor dit. Dus HP Pocket Media Drive By. Media Drive By moet je. Nee. Wij kopen, kun je ook zien wat het is. Extreme harde schijf van een uitstekende manier om backups van een computer of verplaatsen van gegevens tussen computers. De HP-lijn van Pocket Media Drive is goed beoordeeld door de intrusieve experts. En klanten van HP. HP Pocket Media Drive. HP Pocket Media. Het is een lijn van extreme harde schijven. Ze komen in een verscheidenheid van formaten. Pocket Media schijven kunnen gegevens eenvoudig worden verplaatst tussen desktops en laptops. En worden ook gebruikt om een backup van gegevens om verlies te voorkomen. Pocket Media Drive maten. Pocket Media Drive kunnen worden aangesloten op de computer of laptop via een USB-kabel. Zijn profiter van USB 2.0. Ze komen in de volgende maten 160 GB, 250 GB, 320 GB, 500 GB
en 620 gigabyte. Alle van deze Pocket Media Drive zijn compact van formaat en past gemakkelijk in een jaszak. Past. HP Pavilion Computer Buy. Pocket Media Drive zijn ook voorwerpen die passen in de Pocket Media Drive Buy op betaalde HP Pavilion PC. Deze functie helpt bezuinigen op prijzen van Pocket Media Drives. De prijs van Pocket Media Drives uitgeven ongeveer 50 tot 150 euro. Vanaf september 2010, afhankelijk van de grootte van de omvorm Pocket Media rijdstand daar ook komen met een aantal HP Pavilion desktops. Wat is het? Het is eigenlijk gewoon een stukje waar je een handschrijving kan doen. En als je het niet goed begrijpt, dan kan je het opzoeken. Dus eigenlijk is het gewoon iets waar je je handschrijving kan doen. Heb ook iets geleerd. En zo ziet het er dan uit ongeveer een beetje. Mag ik die zien? Het zijn gewoon afbeeldingen, kijk. Die hebben we, die eerste. Ja. Mag ik zien? Is dat onze foto? Nee, dat is niet hoor. Kijk. De eerste, tik die eens aan. Kijk, zo ziet het eruit als je hem erin doet. Mag ik eens zien? Kijk, daar kan je dan in doen. Daar kan je dan iets in doen. Kijk, en dan kan je zo van laptops. Hebben we ook weer wat geleerd? Wat het is. Ik heb geen idee wat ik moet gebruiken. Maar even op de plaat staat een hele oude computer, dus ik denk dat we die niet meer gebruiken. Maar we hebben echt al heel veel spullen. Wat ben je nu aan het proberen los te maken? Ik moet kijken, heb je die kabel die bij die media drive hoort? Bij die drive? Nee, daar heb ik geen kabel van. Oh nee, dit is de drive. Hier kijk de drive. Even kijken wat de drive ook weer. Dat was deze. Daar kabel je aan. Nee, die heb je niet. Die heb... Ja, wel een klein wit kabeltje. Jawel, die heb ik wel. Waarom deze op aan? Dacht ik. In ieder geval leggen de kabel daar maar neer. Dit is hem. Dan kun je niet. Kun je daar gewoon hier in doen. Zo. Dan kunnen we. Ik weet niet of het bij deze computer ook is. Want dat is hier. Hier is het geen apart klepje. Dat is voor de CD. Weet je wel. Ja, die worden niet meer gebruikt. Nee, dat is heel oud. Ook op het plaatje zag dat. Dat is een heel oude HP-ding. Nu heb je volgens mij hele andere dingen om het taart eigenlijk zo van te verplaatsen naar andere computers. Ja, maar ik krijg deze niet opgedraaid. Want we stoppen hem even, we raden hem op. Wij gaan gewoon verder. En als we daar goed uit hebben, pakken we het weer zien. Dit was de video. En dan de... Ja, van de computer. Uit Carhara. Uit Carhara was dit de video. En wil je onze nieuwe computer zien? Die achter. Dan kan je de unboxing zien. En als die nog niet online staat, dan staat die zo spoedig mogelijk online. En dan doei! Dat was dit de video.